Amerika moet er nog van bijkomen van het laatste grote verkiezingsdebat gisteravond tussen Trump en Clinton. Wat vooral voor commotie zorgde is dat Trump weigerde te zeggen of hij de uiteindelijke uitslag zal accepteren. Zojuist hield Trump een toespraak in Ohio. Daar herhaalde hij het nog een keer. I would like to promise and pledge to all of my voters and supporters and to all of the people of the United States that I will totally accept the results of this great and historic presidential election if I win. We gaan meteen naar correspondent Erik Mautaan in Las Vegas. Ja, Erik, wat moeten we hier nou weer van denken? Antoine, dit is typisch Donald Trump. We kennen hem als de reality-tv-ster en zo denkt hij ook nog. Dus elke dag een nieuwe plotwending, een nieuwe cliffhanger. En als dat dan ingaat tegen de regeltjes die Washington bedacht heeft, nou, des te beter, want zijn aanhang vindt dat geweldig. Maar democraten die kijken hiernaar en zeggen, dit is heel eng wat hier gebeurt. Eerst schetst die man een soort doemscenario van ons land dat helemaal in puin ligt. Vervolgens zegt hij, het komt allemaal door de Mexicanen en de moslims en de buitenlanders. En nu wil hij zich niet eens meer gaan houden aan de afspraken die we met elkaar maken over hoe we onze democratie inrichten. Dus links vindt dit heel eng en dat is ook het beeld dat Hillary Clinton probeerde te schetsen tijdens het debat vannacht. Handen schudden is opnieuw lastig. En de stemming wordt, naarmate het debat vordert, steeds grimmiger. De aartsrivalen praten door elkaar heen. Russia, China or anybody else. I am not quoting myself. No idea. I am quoting. En de beschuldigingen vliegen ook tijdens dit debat over en weer. You're not up to doing the job. The problem is you talk, but you don't get anything done, Hillary. Beide kandidaten proberen het ook over actuele zaken te hebben. Trump begint over de aanval op Mosul in Irak. Amerika had Mosul nooit moeten verlaten, verwijt hij Clinton. So we're now fighting for Mosul that we had. All she had to do is stay there. Now we're going in to get it. But you know who the big winner in Mosul is going to be after we eventually get it? And the only reason they did it is because she's running for the office of president. And they want to look tough. En Clinton beschuldigt Trump ervan samen te spannen met Poetin. Omdat er via WikiLeaks geen informatie over Trump naar buiten is gekomen en wel over haar democratische partij. Finally, will Donald Trump admit and condemn that the Russians are doing this and make it clear that he will not have the help of Putin in this election? En uiteindelijk verliest ook de inhoud tijdens dit debat van de wederzijdse beschuldigingen. Zo zijn de presidentskandidaten het er niet over eens wie nou de marionet van wie is. Well, that's because he'd rather have a puppet as president of no the United puppet. States. No puppet. And it's pretty clear. You're the puppet. It's pretty clear you won't. Volgens de peiling heeft Clinton dit laatste debat opnieuw gewonnen. Ja, Clinton heeft dus opnieuw het debat gewonnen. Erik, wat kan Trump nu nog doen? Nou, hij kan zijn achterban mobiliseren en dat is ook wat hij aan het doen is door zoveel te praten over stemfraude. Hij zegt kom allemaal naar het stembureau en zorg dat het allemaal een goede banen leidt. Trump is de kandidaat van de boze Amerikanen. Mensen die boos zijn op een systeem dat hen achterlaat terwijl Amerika verandert. Alleen het probleem is dat die groep mensen niet de meerderheid van de bevolking is. En die heeft hij toch echt nodig om president te worden. Ja, kan je daarmee dan eigenlijk al concluderen, Erik, dat het over is voor Trump? Nog nooit heeft een kandidaat zo ver op zijn opponent achtergestaan op dit moment in de presidentsverkiezingen. Dus het ziet er somber uit. Maar als we één ding hebben geleerd het afgelopen jaar is dat we Donald Trump niet moeten onderschatten. Ik vroeg zijn naaste adviseur Rudy Giuliani en de voorzitter van de Republikeinse Partij hoe het nou verder gaat. How optimistic are you of a victory? I'm very optimistic. Donald Trump is very ready. Mr. Priebus, how confident are you of victory? What's that? I'm confident. I'm confident. Of course I'm confident. But it's looking not so good in the polls. What is your suggestion for Mr. Trump the last week? You're going to see him win, just like Brexit. Nou, we hebben nog 19 dagen te gaan en er kan dus nog van alles gebeuren. Een oorlog, een aanslag, een heel nieuw schandaal over een van de kandidaten. Iets dat de race op zijn kop zet. Maar als dat uitblijft, dan ziet het eruit dat Donald Trump afkoerst op een bittere nederlaag.